Hey iedereen, welkom terug in een nieuwe video. Vandaag heb ik voor jullie een unboxing, maar echt een grote unboxing. Een unboxing van H&M. Ik had eigenlijk zo wat jeansbroeken nodig en toen zag ik natuurlijk nog andere dingen, nog leuke pulls en zo. En ja, joggingpakken. Ik heb eigenlijk maar eentje besteld. Maar het is echt een grote doos geworden. Dus ik ga jullie niet langer in spanning houden als jullie benieuwd zijn wat ik allemaal heb besteld op de H&M. Kijk snel verder, doe een duimpje omhoog en abonneer op mijn YouTube kanaal. Ik heb de doos hier in mijn handen. Het is echt een hele grote doos. En ik moet ook iets toegeven, ik heb eigenlijk al een paar dingen echt wel aangedaan. Maar nu vandaag alleen, niet op een andere dag of zo. Dus daarmee dat ik direct de unboxing eraan koppel. Maar dus ik heb de doos wel al open gedaan. Maar ja, ik wist sowieso dat ik besteld had. Dus ja, laten we er direct aan beginnen. Ik ga eventjes de doos openen. Ik zie wel het gemakkelijkste is. Ik denk dat het zo het beste is. Kijk, en hier zitten alle kledingstukken. Laten we als eerste gewoon er iets uithalen. En dat is een trui dat ik eigenlijk al aangedaan heb. Dat is deze. En ik vind het echt een hele mooie trui. Ook een hele malse trui. De prijzen staan er wel niet op, dat vind ik niet zo handig. Kijk, dat is deze. Met zo hier zo wat... Ja, hoe noemt dat? Kijk, zo ziet hij eruit. Echt een hele mooie en een malse trui. Ik zal de prijzen anders hieronder in de beschrijving zetten. Dan gaat het ook om de broeken. Ik kocht deze broek. Ik toon dat meteen achter deze trui, omdat ik hiervan een filmpje heb gemaakt. Terwijl ik foto's ging maken, heb ik dat ook gefilmd en dan zien jullie ook meteen hoe dat eruit ziet. Ik heb deze lichte jeans gekozen. En dat is in samenwerking met Lee. Kijk, het is echt een heel mooie afwerking zo. Lee bij H&M, zoals je kunt zien. En ja, ik vind het echt een hele mooie broek. Jullie zien die nu ook op het scherm verschijnen. Die broek zit echt zalig. En het goede nieuws is dat ik die broek in het licht heb. Dus in lichte jeans, maar ook in een donkere jeans. Maar die heb ik denk ik eventjes weggestoken. Ik had die mee om te shooten en ik denk dat die nog in mijn zakje zit. Dus die ga ik eventjes nemen. Zo, ik ben er weer. Ik heb even de broek genomen. Dus ik heb de broek van Lee bij H&M ook in het donker. Ziet er zo uit. Hiervan kan ik wel de prijs zeggen. Die kostte dus 40 euro. Dus de lichte jeans kost ook 40 euro. En die ook. Maar die ziet er dus hetzelfde uit. Juist in het donker. En ik vind die echt mega mooi. Echt een hele mooie broek. Mag hem wel opletten. Het is een redelijk lange broek. Ik ben redelijk groot. Dus voor mij is het wel goed. Maar als je iets kleiner bent dan mij. Ik kan u wel niet zeggen hoe groot ik ben. Ik weet het eigenlijk niet. Rond 1,70 meter geloof ik. Ja, zoiets zal het zijn. Ietsje groter misschien zelfs. Dus ja, en er zit ook heel veel stretch in. Dus dat is ideaal. Ik ga gewoon grabbelen in mijn doos van de H&M die hier naast mij ligt. Kom ik een mooie trui tegen. En dat is deze. Ik ga eens zien dat hier... Hier staat ook geen prijs op. En dat is zo een hele korte. Kijk, dat is zo'n redelijk korte trui. Komt redelijk kort. Dus dat is echt de bedoeling voor op een oude broek te dragen. Maar ik geef jullie wel als tip dat je die op die lichte jeans kunt dragen. Dus dat is wel een aanrader. En dat is zo met van die bloemetjes opstaan. Kijk, echt heel mooi afgewerkt. Ik heb nu de trui met bloemetjes aan en dat is echt een hele grote favoriet van mij in combinatie met het witte hemd. Super mooi. En dat kun je combineren met een wit hemd dat ik ook heb besteld. Sorry voor de kreukels, maar ik heb die dus juist uitgedaan. En ik kon die wel niet meer in het zakje steken, want die is niet meer zo mooi. Want dat is gewoon een simpel wit hemd en die was 15 euro. Van die trui weet ik het niet meer. Maar kijk, ik zal alles erin zetten in de beschrijving. Dat is een wit hemd, een simpel wit hemd. Ik had dat eigenlijk nodig voor onder mijn debardeur aan te doen. Als je weet wat dat is, een debardeur, zo nogal in de mode. En ik zocht een goed wit hemd. Het was op de Hok gekocht en het is echt heel mooi. Dus in combinatie met dit. Maar ik zal het jullie ook nog eventjes aantonen. Ik denk dat ik vooral beelden ga invoegen van kledingstukken die ik ga houden. Lijkt me wel ook leuk. Dus dit wit hemd, een heel mooi wit hemd. Ideaal voor zo... onder pulletjes aan te doen of onder een debardeurke bijvoorbeeld. Dan kocht ik nog een broek. En dat is deze. Die heb ik nog niet gepast. Die zit echt nog in de plastic. Allee, de rest ook. Maar het meeste had ik wel al... Like die dingetjes die ik getoond heb. Daarmee heb ik al foto's gaan nemen. Ik ga wel zien, want ik denk dat ik dat plastic net kapot heb getrokken.
Ik heb dat precies wel in een grote maat besteld. Maar dus is super skinny. Ik dacht dat is super skinny. Ook wel een grotere maat. Op zich, ik vind de kleur niet zo super. Als ik het zo zie, vind ik het niet zo super. Maar misschien als ik het aan heb, dat het wel mooier is. Ik denk dat ik de afwasachtige kleur niet zo mooi vind. Maar we gaan het zien. Ik ga het eens passen. Dus ik denk wel dat ik alle stuks ga passen. Ik denk dat dat voor jullie wel leuk is om een beter beeld te krijgen. Ik dacht ik ga een paar stukken passen. Maar ik denk dat dat leuker is als ik ze echt wel allemaal pas. Dus deze broek. Oké, ik heb nu de super skinny broek aan. Maar ik vind dat echt geen mooie. Ik zei het al van de kleur dat ik niet mooi vind. Maar de fit vind ik ook totaal niet mooi. Het plakt gelijk aan mijn benen. Gelijk een legging zoals je kunt zien. Nee, ik weet niet wat jullie ervan vinden. Maar nee, het flatteert me precies helemaal niet. Ik vind het een soort van leggingachtige. Ja, ik weet niet. Het is niet mijn ding. Dan heb ik ook nog een gele trui. Die ziet er me echt heel cozy uit. Oei, amai. Deze trui is echt heel erg groot. Kijk hoe groot dat die is. Ik heb die in een medium besteld, maar dat is precies een extra large. Kijk, ik kan zelfs niet op beeld. Het is wel een mooie gele kleur, maar dat is ook alles. Het is wel jammer dat dat zo groot is. Maar ja, dat zie je natuurlijk niet als je dat koopt op een webshop. Dus dat is wat minder. De hele trui. Tja, wat kan ik daarvan zeggen? Dat is een zak, hè. Dat is echt niet mooi. Dat is echt niet mijn ding, ja. Jammer, want ik vind de kleur wel mooi. Maar zoals je ziet, kunnen er nog een paar personen bij, hè. Maar ja, dat ga ik ook wel passen. Dan een paarse broek. Ik dacht, wat meer kleur in mijn broeken. Qua trui ben ik altijd heel kleurrijk, maar qua pullen... Qua pullen ben ik heel kleurrijk, maar qua broeken meestal gewoon een jeans. Dus ik dacht, ik ga eens wat kleur proberen. Dat is een high waist jeans. Maar die ziet er mij wel heel groot uit, allee, heel breed. Dus ik vrees dat dat mij niet zo flatterend gaat staan. Het model is echt niet mooi. Kijk hoe breed. Het is echt wel jammer. Ik vind het wel jammer. Zo, het ziet er echt heel lomp uit eigenlijk. Oké, de paarsbroek. Die zit al een paar maten te groot. En als je een tuinbroek zoekt, is deze wel ideaal. Nee, dat is echt geen mooie broek. Die flatteert mij nul, maar echt onder nul. Dat is echt geen mooie broek, nee. Echt niks vind ik er mooi aan. Oké, behalve de kleur. Nee, dat is verkeerd. Behalve de kleur. Maar voor de rest, it's a big no. No, no, no. Echt lelijk. Het is wel een beetje jammer, maar ja. Oké. Dan mijn joggingpakje. Ik had dus een joggingpakje besteld. Kijk, een roos joggingpakje. Echt heel mooi. Die ziet er echt heel mooi uit. Ah, daar staat wel een prijs op. Ik ben benieuwd. Dat is de broek. 15 euro. De broek. Ziet er heel mooi uit. Wel ook redelijk breed. Het zou wel een stukje kleiner mogen zijn. Kijk, zoiets of zo. Kijk, nu is het echt zo. Maar ja, voor een jogging vind ik dat wel niet zo erg. Maar oh, ik ga wel eens zien. Ik vond dat detailje wel leuk daarop zo. Dus we gaan het zien. En dan heb ik ook nog een bijpassende trui gekocht. Dat is de trui. Ja, dat maakt mij niet uit hoe groot dat is. Dat mag toch los zitten, maar dat is volgens mij wel goed. Binnenin is het wel niet zacht. Ik dacht dat het zo'n zacht stofje ging zijn, maar nee. Maar ja, kom voor in de zomer is dat wel goed. Dat dat ietsje frisser is. En dat was denk ik ook 15 euro. Hier hangt nu geen prijs aan, maar ik weet dat nu wel nog de prijs. Oké, leuk. Dan hebben we het loungepak. Dus het joggingpak in het roze. Oké, het is wel een gewoon pak voor thuis te zitten. Maar ik heb toch graag dat het... iets of wat mijn maat is. En ja, helaas is deze set echt veel te groot. Hier aan mijn broek zie je ook aan de achterkant dat dat echt veel te los zit. En dan maak ik me te veel zorgen dat dat gaat afzakken. En ja, dat is niet echt relaxend. Hè. Dus helaas, oh, dat is wel jammer. Ik vind het een mooie. Maar ik denk wel een maatje kleiner dat dat wel beter gaat zijn. Zelfs twee maten kleiner. Dat is een medium trouwens. Dus ze vallen wel redelijk groot uit. Dan heb ik nog twee broeken.
nog twee broeken. Maar ik denk dat dat dezelfde zijn, maar in twee verschillende maten. Ja, zo is het. Dus ik ga eventjes eentje tonen. Ik denk dat het een mom jeans is. Ik denk het wel. Ik hoop het, want ik had eigenlijk zin om eens een mom jeans. Ah, loose mom jeans. Deze. Ah, ziet er wel mooi uit. Maar ik weet niet. Het ziet er heel smalletjes uit. Misschien gaat dat wel leuk staan. We gaan het passen en we gaan het zien. Loose mom jeans heb ik hierop aan. En die vind ik wel heel leuk. Maar ik vind het hier wel aan mijn billen iets te strak of zo. Ik lijk er echt wel 10 kilo zwaarder mee. Dus dat vind ik wat minder. Ik hoop dat jullie wel een goed beeld hebben hiervan. Want een broek is altijd moeilijk om te tonen. Kijk, hier zien jullie de broek. Maar ik vind dat iets minder mooi. De mom jeans. Ik vind dat, ja. Ik weet niet, ik voel er mij niet zo goed bij. Precies, ja. Wat dikker door of zo. Nee. Maar de trui vind ik dus wel heel erg leuk. Hoe dat die staat. Zo, voilà. Mijn grote favoriet uit de collectie weet ik nu al. En dat zijn de jeansjes die ik eerst heb getoond. Dus deze eigenlijk. Deze. Dat is denk ik mijn grote favoriet. Samenwerking daar. En ook deze trui met bloemetjes. Ik hou daar echt van. Dat is zo schattig. En ja, eigenlijk ook het witte hemd vind ik leuk. Want dat is zo een basisstuk. Maar dat je toch met veel kunt combineren. Dus dat is wel leuk. En de prijzen vallen ook wel goed mee bij H&M. Dus ik hoop dat jullie deze video leuk vonden. Als dat zo is, doe een duimpje omhoog. En abonneer op mijn YouTube kanaal. Tot de volgende video. Dag!